Yo, what up, kijkers van mijn kanaal. Van harte welkom bij Assassin's Creed Odyssey aflevering 73, waar we vanuit Kytira ons avontuur gaan vervolgen. De secte is bijna afgerond, de leider is hier bijna vermoord. Verschillende premies aangezet, zeg maar, van die jachten die je kan aanzetten bij zo'n paal. Wat ik dus vorige aflevering zei, wat ik niet vaak had gedaan. Beetje stom misschien. En maar natuurlijk staat Diona achter ons. De chick die wij eventjes kunnen bangerangen. Ja, genoeg. In ieder geval van harte welkom allemaal. Drop sowieso die blauwe duim. Mocht je het kanaal en de serie willen supporten. Je kan natuurlijk ook altijd abonneren mocht je nieuw zijn. En wat tegenwoordig ook nieuw is. Je kan kanaallid worden. Yeah, dan support je mij maandelijks. En meer info daarover is te vinden in de videobeschrijving. Ik heb inderdaad zojuist deze guy gevonden. Koning van Kytira. Koning van de vagebonden. Maar er staan hier secteleden, toch? Dit is een sectegast. Oh, nee, niet. Het is een lichte soldaat. Ik trip hem. Maar goed, hij moet sowieso dood, dus... Maakt ook niet uit. Hier niks. Nee, daar wel. Oeh, daar is ook nog een guy. Hey, en hier komt onze premie binnen. Deze man zat in de fik en... We doen meteen dit, hebben we. Kut. Doe eens niet, meneer. Nou, dat was ook meteen een play, maar die kwam gewoon op me af, joh. Aparte intro. Gehaald. Oké, daar krijg ik kostbare edelstenen voor en extra drachmi. Man, ik had dat veel eerder moeten doen. Got to be careful not to get spotted. Later, bitches. Fuck, mis. Dat was zonde. Maar hij sterft nu sowieso.
Nou, dat ging easy. Oh, ik heb het nog steeds niet gepakt. Tjonge, jongen. Oké, dat is al meteen gelukt. Hier zag ik inderdaad ook het een en ander. Wat is dit? Hier is een schat en er staat nog een belangrijke man. Die staat in ieder geval in de fik. Die guy erachter nu. Ook. Wow, ik zit hier gewoon vast. What the fuck? Ik saai echt dood en verderf overal waar ik kom. Ik denk dat de secte van Cosmos mij inmiddels echt haat gewoon. Want ze denken macht te hebben. Ze denken een soort machtsgreep te hebben. En dan kom ik, zeg maar. Ik moet nu echt even op mijn touchpad klikken om gewoon te kijken wat ik überhaupt moet doen. Want er is zoveel tegelijk wat ik kan doen. Oké, laten we eerst eventjes Diona Bangarang ontmoeten bij de villa. Effies genieten. En dan kan de jacht op de secte zeg maar vervolgen. En dan hebben we bijna heel de secte van Cosmos neer. I like it. We've been expecting you. Please follow me. She's instructed me to take good care of you before she arrives. Your shoulders must be aching. I'm sure I can help loosen you up before Dione arrives. Dit is apart. Krijg ik nou twee vrouwen? Ze rent opeens weg, volle sprint. You look like you're ready to go. Securing Kythira can wait. Good, because I can't. By the fates! Did she leave already? Yes, quite a while ago, in fact. The Oni said something about the scouts and their report. Where are they? The Oni is done with you. Malaka! Oh, dat is eigenlijk wel lekker. Het maakt me echt geen moer uit dat dit is gebeurd, though. Want ik heb haar gewoon vol gebankt. En nu versla ik jullie, want ik ben Alexios. Dat is gewoon een win-win, oude pikkaalpijp. Because I'm Alexios. Ik had al zo'n idee, hè. Er was iets niet helemaal zuiver, zeg maar. Diona is klaar met je, werd er gewoon even chill gezegd. Malaka, zei die ook heel goed. Het is een soort van plannetje, maar als je nou ziet hoe sterk Alexios is, hè? Je hebt gezien hoe sterk Alexios is. Ik ben de soort van levende legende, de levende mythe hier. Je hebt gezien hoe sterk hij is, hoe goed hij heeft geholpen. En dan ga je drie simpele mannen op me afsturen.
Zo van, nou dat gaat vast werken. Dat verslaat Alexios vast en zeker. Heel dom. You, what's going on? I was just doing as I was told. The Oni told me to take you to the garden. Please don't kill me. Why is the Oni doing this to her own people? The Oni hates her sister. She's been second best all her life. So she joined the cult to take power? I never expected her to take it this far. What a mogul. Why did they attack me? I freed these men myself. The Oni played you like she did the High Priestess. The captain you killed was a leader for her sister's reinforcements. And the poison was to be used against you if you proved too dangerous. I'll show that snake exactly how dangerous I am. I'm going to kill this traitor. She's on her way to kill the High Priestess at the altar, north of the temple. You'll have to hurry. The altar? Good. Aphrodite will have a sacrifice tonight. Do you trust the face you see in your reflection? I don't. Ah ha ha, I fucked her. En nou ga ik haar... letterlijk... heel hard pakken. Net in de punani en de ari. Nu in de kanus. Vol een bijltje in dat nekkie. Well, later, wat een wijf. Hoe dom kan ze zijn, though? Kijk, goed gespeeld, toch, verder? Want Alexios had het niet verwacht. Ik misschien ergens een beetje, maar toch niet helemaal verwacht. Maar verder, joh. Je hebt het hier toch te maken met Alexios de Eagle Bearer? Hoe dom ben je? Maar de secte is sowieso niet zo slim. Dat had ik al eerder gemerkt. Tenminste, ze denken fucking slim te zijn en dan komen ze met dit soort acties. Lekker vogels, val zelf maar aan je. You're identical twins? Don't... Je weet nu niet welke je moet vermoorden, want ze zien er allebei precies hetzelfde uit. Ja, dit gaat nog wat worden. I can't believe you're twins. She's always been jealous of my success, mercenary. Living in my shadow has finally broken her. Kill her now! Lived in my shadow! I loved you, Theoni. I never wanted to be your superior. Mystios, you must kill her before she lets the cult take over Kythira. It pains me, but it must be done. You wouldn't feel a thing, you monster. I'm not sure you ever have. The High Priestess will know what was in the note from her handmaiden. Do not trust the Fates! How could you possibly know that? Her end must have been so tragic she renounced the Fates. The poor girl. It was all my fault. I sent her to spy on you, and you had her killed when she threatened to expose you. Don't listen to her lies. I am the High Priestess. I could just kill you both. Maybe I should. Kill us both? You truly think they care which one of us lives or dies? She speaks true. By the Fates, with both of us dead, the cult will simply send their own High Priestess to fill the void. You would know what the cult would do, wouldn't you, snake? What if I let you settle this yourself? Walk away and you'll have more blood on your hands. The Oni will surely slay me. Snake! She knows I am the one who will perish. If you do nothing, the fall of Kythira will be all your fault. Enough! Slay the Oni where she stands! Do the right thing, Mystios. Slay the Oni! Shut up! You! You haven't fooled me. It's over, Dione. You idiot!
Aphrodite, aid me! Take that! Oh, wat zijn we nu aan het doen? Voor de ogen van haar zus ook. Wat? The fuck, man. Don't trust the fates. This is the note I gave the High Priestess. By the fates, what have you done, my beautiful stranger? You snake! You slayed Kythera's dear High Priestess. They're going to be very cross with you. And now I'm going to kill her sister! I won't go down as easy. I bite, remember? I always bite! This is going to sting! Ik vraag me af of ik hier ten alle tijde de foute keus maak, of dat dit gewoon best wel logisch is. Time to die! Doei, Diona. I'm coming for all of you. Perfected. Ja, ik kon hier eigenlijk vrij weinig aan doen. Ik maakte dan wel de verkeerde keus. Maar dit was bijna gewoon het lot wat ze sowieso stond te wachten. Ze waren al te ver heen, ze zaten er te ver in. Kythera was al te ver in de problemen en die zus was al te ver doorgedraaid. Maar, conclusie, I fucked one of the cultists. Een hele onverwachte wending die ik niet had zien aankomen. Oh, your breath smells like dead mouse. Ja, Dead Mouse. Wow, Dead Mouse. Nog nooit eerder voor. Waarom leg ik die link nu pas? Jongens, we zijn zo freaking close. The cult of Cosmos will burn the old world to ashes. Wow. And build a new. Wat is dit voor epische malakas? Ik ga alle woorden overnemen. Sick shit. Hier moeten we de obsidiaan-eilanden hoogstwaarschijnlijk verzwakken en dan spelen we die dus vrij met een soort van zeeslag. En dan komt die ook en dan hebben we de schim. Wow. Mind is blown. Het is lastig om op twee eilanden zeg maar allebei de macht... Ze zijn dan wel niet groot, maar je moet op allebei de macht verlagen. Dus lastig dit. Waar hoort dit bij? Van Laconia. En dit is obsidiaan-eilanden. Fast traveltje daarheen lijkt me. Dit is nog een van de premies die op het eiland open stond. Dus die doen we eerst even. Maar hé, wat had die Diona met te pakken? Hè? Ik bedoel, het was gewoon niet te onderscheiden van elkaar. Wat heb ik nou weer gedaan? Praat met de heks? Wat? Heb ik nou een missie gekregen of was het een mission update? Ik weet het ook allemaal niet meer. Careful. Don't want to be caught here. Oké, die is ook dood. Dit is de volgende premie.
Wat is dit dan? Praat met de heks? Ik kom maar niet van dit eiland af, maar ik blijf het ook interessant vinden. Dus het is ook een beetje door mijn eigen toedoen nu, hoor. Down on your luck? Have I got a solution for you? Oh, daar hebben we onze mooie Jostie-band weer. Hey, witch. Here, stranger. Need anything from a mercenary? Pit and fire call for sacrifice. Burnt whole under the sky. Blood for Hermes. Entrails for Hecate. What kind of sacrifice are you talking about? Skin a wolf. Leave it in salt. Spill a shark open while looking to the west. Goats, I suppose. There are always goats about. Nice little bags of blood and bone, goats. Sounds like you want me to kill the wolf. Yes, its heart must stop. You haven't heard? That's already been taken care of. By me. The gods thank you, and so do I. Take this. That'll do. You're so random. Thank you! Nou, dan gaan we maar het plan vervolgen. De markering zie je al aan, zijn op zo'n 5000 meter afstand. We gaan de fast travel poppen, naar de obsidiaaneilanden varen. En hiermee is Kythira afgerond. En holy shit, wat een gruwelijk avontuur hebben we hier beleefd, zeg. Man, oh man, oh man. Yo, welkom op een van de pirateneilanden met daar de markering. Dus we moeten eventjes snel de adres hier erbij halen. Hier ben ik lang niet geweest, deze mooie kleurrijke eilanden. En zelfs hier, je ziet het al, de uitroeptekens. Zelfs hier zijn er missies. Ik denk dat ik het maar wel eventjes gewoon erbij pak. Zodat het in mijn lijstje komt te staan. Hier, de begroeiing en stijl van deze eilanden vind ik zo nice. Het komt zo tropisch over. I love it. I'll see you all at the selection ceremony, ladies. I especially hope you show up. Let me guess. He's rich. That's Etios, the scion of the most influential family in Chaos. And his wife choosing ceremony is tomorrow. We need Eros's blessings to be picked. You hope to marry into riches? No! My feelings are for Etios, not his wealth. Even if your feelings for him are real, they get stronger with Drachmi. No! I really am in love with him. You better start praying like the rest of them. No, I have to stand out. If I do what everyone else is doing, I'll never be picked by Eros or Etios. I need to do something. Anything. Anything. Yes, anything. Eros? Please, his ears are stuffed full with the prattling of these women. Let me help. I'm a witch of Hecate, goddess of witchcraft and magic. I know just the thing. A love potion. I've seen stranger things work. I'll buy it from you, please. Sell it to me, and don't let the others hear you. I don't need your drachmi. I spread the word of Hecate freely. But a love potion is tailored to the imbiber. I have to make one just for you. And once you've drained every last drop of it down your pretty throat, you will exude pure, irresistible beauty. Aetios will fall in love with you instantly. First, we'll need two things. A cask of the finest wine and some wild mushrooms. But where can I find that at such short notice? I'm sure the Mystios could procure these items for you. Please, Mystios. Please, you've got to help me. In the name of love and a lot of drachmi. Well, I'll give you all I've got if Aetios picks me.
I'll be sure to give you even more. Walgelijke quest. Fine. I'll get the ingredients for your love potion. Echt een walgelijke quest. That's all. I'll see to the items. Excellent. Meet us at the temple on the hilltop when you're done. Hopelijk heeft het uiteindelijk een leuke wending. Maar dit is zo ranzig. Als we hem nu gewoon vermoorden. Kan helaas niet. Zou toch wat zijn. Nee, ik ga me toch echt bezighouden met andere dingen. Ik wilde gewoon de quest open hebben staan. Dan weten we ten alle tijde dat we dit kunnen doen. Het is ook wel mooi dat mijn bevrouwing bestaat uit allemaal schaars geklede dames. Roars, the positions! Welcome back! Where shall we go? Hier, die pirateneilanden, ze zijn heel klein, ze liggen er echt prachtig bij. Het ligt ook altijd echt in een gebied van mooi weer. Het komt er heel tropisch over, witte stranden, palmbomen, het is echt cool. Ik heb daar voor mijn gevoel ook nog maar te weinig gedaan. Ik heb trouwens Medusa als zeil gebruikt en de Minotaur als boegbeeld. Oh nee man, rot op. Kijk al die dames, tering. Dat is ook echt wel een Denna-boot dit. Oh ja, lekker met je knietjes. Echt lekker met je knietjes ertussen, dat als er zeg maar één golf komt, dat dan allebei je knieschijven verbrijzelen tussen de boot en de steiger. Nice man. Lekker gedaan, pik. Dit is oprecht de eerste keer dat ik hier ben. De speeltuin van Ares, de Obsidiaan-eilanden. Holy shit, dit lijkt op Origins. Het lijkt echt op Origins, het is echt wel cool. Dit is in de buurt. Even kijken hoor. Ik moet de macht verlagen op de Obsidiaan-eilanden. Het zijn echt geen grote eilanden zoals je ziet. Dus waarschijnlijk komen we vrij snel achter de situatie. Het is Spartaans leiderschap, dus als we dat verlagen komen we vrij snel achter het nieuwe sectelid. Nou, laten we dit als een van de eerste stappen ondernemen. Het is hier mooi, man. Ik hou van dit stijltje. Ah.
Ik voel me trouwens nog steeds wel een beetje belazen door Diona. Dus ook al is het een in-game character en ook al is Alexios een in-game character die zojuist even seks heb gehad. Het is wel echt een nice streak van hier tot Tokio. Letterlijk en figuurlijk. Ha 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 ha, Denna, zei je nou nice streak? Ha 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 ha. Hier, het andere eiland ligt daar volgens mij. En is nog kleiner. Kijk ik in de goede richting? Dit valt onder piraten. Dit is obsidiaan. Oh, Melos is groter. Dit valt er namelijk allemaal nog onder. Oké, we gaan het zien. I should be extra careful. Hoi Drunk. Ik had geen enkele reden om die te doden. Pak het eens op. Ik had geen enkele reden om die te doden en toch deed ik het. Ze kunnen ook later alleen maar irritant worden, denk ik. Oké, we hebben hier een smid. Verder is echt helemaal niks. Hier een question. Nou, dan gaan we maar naar dat question. Het zal dus ook uiteindelijk denk ik niet heel veel werk zijn. Misschien vergis ik me er enorm in, hoor. Maar ik zou me er heel goed in kunnen vergissen, maar het zou misschien uiteindelijk niet heel veel werk moeten zijn om hier de macht te verlagen. Als je ziet hoe klein het hier is, hoe weinig vraagtekens er zijn, helemaal rondom. Hier hebben we dan nog een vraagteken, gaan we hier even heen. Appelgaard. Oeh, natuurlijk. Als we op de appelgaard al die dingen kapot maken. 4 zijn het er zelfs. Dan gaat die macht wel snel naar beneden. Wat is dit voor een of andere badass chick? Zo. Neus gebroken. Later. These men look like they need a doctor. They're lousy sparring partners. Every last one. I need professionals to practice with before the Battle of 100 Hands. I need a champion. Maybe your champion has arrived. Is that right? If you're serious, I am a sanctioned competitor in the battle. You practice with me, and Rakios will let both of us officially enter. This battle? The Battle of 100 Hands is the most grueling contest in the Greek world. The body count is high, and the chance of success low. Are you sure that's something you want to train for? Killing's what I do, and I do it well. You have the right attitude, I'll give you that. But you can't simply power your way to victory in the Battle of 100 Hands. It takes preparation. Let's say I want to fight in the Battle of 100 Hands. Then fight me. And prove you are a worthy training companion.
You asked for it. Straight to the point. Ik ga hier niet langer over praten. Are you even flying? You need to push me! Nice move! Bro, ik heb je niet eens een seconde de tijd gegeven om te kunnen aanvallen. Je hebt hier te maken met Alexios, hè? You know that? Ze hebben geen seconde kunnen raken. It seems you are the champion I've been looking for. A real Spartan, if I'm right. You are. I sensed it in the way you fought. Aggressive, but not reckless. My name's Roxana. Alexios. Next on the agenda is archery training. Are you ready? I'm ready. So eager. Well, a shipment of wolves has wrecked on shore nearby. They were meant to be part of the battle, but now there are practice targets. Let's go hunting. Ik ben dit maar gewoon aan het voltooien hoor. Het is ook echt cool dat elk eiland, merk ik, zijn eigen soort van natuuruitstraling, bijna klimaat zou ik het willen omschrijven, heeft. Eigen weertype, lichtval. Het is echt wel nice. We're a safe distance here. Now shoot these cursed wolves before they start taking down the local children. I'll see if there isn't a thing or two I can learn from you. A few wolves shouldn't be much trouble. These wolves were trained to be part of the Battle of 100 Hands, to attack and kill people. We can't have them running loose on Hydria. I see. On with the hunt. I can always use more pelts. A true champion. I knew it. Ready your bow. Waar keek ik naar? Oh ja, kut. Ik was even helemaal vergeten dat het natuurlijk met de boog moest. How do you like that one? Do they rip? Zo dom dat ik was vergeten dat ik mijn boog moest gebruiken. Dus ik hoorde op een gegeven moment, what are you doing? Ik dacht, oh ja. Not exactly the archery training I was hoping for. The wolves are dead. That's what matters. If you say so. How much more training will we do before I can enter the battle? What? You don't want to spend more time with me? This time with you has been... I don't know what to say. Say no more. In a strange way, I see my own reflection in you. Yes. We've only just met, and yet... we have a... connection. You're a unique creature, Alexios. Creature? What is this for rare... There's one more step to our training. Rare kinky shit. Where to? My house. Die had ik niet zien aankomen. One last training. Ik dacht, ah, oh, moeten we weer iets doms doen. Hoppakee, bangerang. Chip, wap, wap, hoef dit, 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 dit. Shall we continue? Now that we've saved the children of Hydria from a pack of hungry wolves, I guess we can move on. You jest, but that was a real nuisance we dealt with. Your choices have an impact, Alexios. Your actions have already benefited the people here. So, shall we complete our training? We do have unfinished business. The training? Or the company? We've been having so much fun.
fighting each other, killing wolves. Go on. I think you'll like this next challenge. Yes? We're going to have a foot race. First one to the high point on the island wins. You fucking what, mate? And if I win this race, what will I get? Bragging rights alone. Great. Sigh. It's not the result you should be after, it's the training. After this, you will be ready to enter the Battle of 100 Hands. I will vouch for you, and you will vouch for me. I'm ready. You said race to the high point? Yes. The plateau on the other side of town. When I say go, the race is on. 3, 2, 1, go! Come on, champion! Is that all you've got? It's not over yet! Waarom zegt ze dat als ik zo ver voor lig? Should I slow down? Oh, er moet natuurlijk gerend worden naar dit kleedje om daar even te bangerang. Waarom maakt ze me eerst moe? You're fast, even with all that gear. Easy to forget how beautiful it is here. When you're training so hard, you mean? I travel a lot, but it's often at the service of others. I can be so focused on Drachmi that I lose sight of what's in front of me. And what's that? The ocean breeze on my face, the sun on my skin, a sturdy horse to ride, and an amazing girl to fuck. I come up here to remind myself to live in the moment. I can see how that might work. Trouwens, Alexios, ik ben ongesteld. Zullen we naar huis gaan? Ah, hij vond het grappig. If you told Varnavas there was a sea monster living in your ear, he'd believe you. He sounds like a real dimwit. Actually, he's one of the most genuine people I've ever met. That's Melos Island, right there. Where so many warriors go to die. At the battle, we may have to fight each other. And only one of us will survive. Jij zult degene zijn. I thought you came up here to live in the moment. How's this for in the moment? Let's make it more than a moment. Must you wear so many layers? Comes with the job, I guess. Ik kom letterlijk net van het andere eiland waar ik Diona heb gebankt. En nou is het alweer raak. Ik ben net ongeveer net wat meer dan 10 afleveringen aan het opnemen. Ik heb al 3 verschillende personen gehad. Until the battle, I mean. Let's not make this difficult. I can't help thinking. We don't have to cross swords. You could skip the battle as easy as I can, but you won't. You're right. Wat overdreven dit? We kennen elkaar in 3 seconden. Ik heb er gevuld en nou gaan we dat sentimenteel doen. Ik denk dat ik de aflevering moet eindigen. Kijk, zij zit daar, hè. Wel cool trouwens, even zo'n kleine sidequest sequence om vervolgens weer iemand te vullen, maar laten we eindigen daar.
Die appelboomgaard, waar is dat precies? Er is ergens een appelboomgaard en daar kan ik dus zeg maar... Hier gewoon, hier kan ik de silo vernietigen. Maar vier... En daar krijgen we echt wel wat voor, hoor. We verzwakken volgens mij de Spartaanse leiding hier enorm mee. En dan laat dat sectelid zich zien. Dus we zijn op zich wel goed bezig. Dus ik ben even een paar keer afgeleid door afbetalingen in natura. Maar verder gaat het goed. Vol met zijn knie op die rots. So easy. Dit is echt een van de laatste vraagtekens op dit eiland, joh. Er is maar heel weinig te doen hier. Daar eindig ik ook trouwens meteen de aflevering. Zodat ik in de volgende episode gewoon het volgende eiland op kan duiken. En hoogstwaarschijnlijk kunnen we daar de macht verder verlagen. En zal het volgende sectelid zich uiteindelijk laten zien. Een Alpha Beast. Man, kutbeest. Hoe kan je die nou ooit raken wanneer ze zo hysterisch doen? Nou, die staat sowieso in de fik. Dat beest kreeg echt een bijl volledig in zijn harses. Oké, wat de hel? Oh, nog een mummificeerde guy. Oké, even snel alle huiden verzamelen. En dan jongens, hier boven op de berg gaat dit het einde worden van aflevering... Welke zijn we? 73 alweer. Zo'n klein eiland. De obsidiaaneilanden. Het is echt heel klein. Voor de bevolking heb ik blijkbaar veel betekend. Maar dit is alweer het einde van de episode. En het einde van dit eiland. Op naar het volgende eiland in de volgende aflevering waar ik hopelijk... meer te weten kom van de secte. Super bedankt voor het kijken en het liken. En tot de volgende episode, guys. Later.